Oké, de lijsten van Hogeplaats die hangen inmiddels in het park mee. Gaan we zo meteen naar de finale ook gelijk mee door. Dus Hogeplaats gelijk naar de finale. We gaan kijken naar de hele snelle start van Nick Keerling. En dan is het Lars Lubbers en Jeroen Westerveld. En Benjamin Doorn, daar komt hij op. Is het de Nieuwe met de 149. Hij zit op 4. Wie is de derde man? Jeroen Westerveld. Lars Lubbers op 2. En een eindje daarvoor. En dan zit hij hoor, Nick Keerling. 7.46, het nummer van de Bissing Crossers. Dus Nick Keerling aan de leiding met de mannen van 13 jaar. Tweede positie is het Lars Lubbers. Jeroen Westerveld. Hij krijgt hem aan de stok met de 149. Niet Meppeling. Geen tegenstand vandaag tegen Nick Keerling en Lars Lubbers. En zij hebben dan terecht de nummer 1 en nummer 2. En de rest, daar gaat het aan de finish met Lusseveld en de man.